werk gaan doen. Hè? Dat is natuurlijk ook al magnifiek als je dan in een bandje staat als passagier. Dan voelen mensen dat aan de bovenkant van hun hoofd. Dan denken ze van, het is toch wel lekker warm. Het is wel heet wat we aan de bovenkant voelen. Hoe kan het ook anders? Want de temperatuur brandt natuurlijk ontzettend op je hoofd. Die gaat zo ineens, gaat die branden. Stellen, die hebben een temperatuur van rond de 1600 graden. De temperatuur in de luchtballon wordt opgewarmd tot 110 graden Celsius. En dan vervolgens is de luchtballon ook daadwerkelijk opgewarmd. Dus het is altijd lekker warm. Het hoofdje wordt een beetje warm aan de bovenzijde. Maar daarna is het natuurlijk top. En al eenmaal genieten wat de passagiers gaan doen. En ook die piloten vinden het uiteraard geweldig om te gaan beroepvaren. Want wat het mooie is als je piloot bent, je hebt nooit zagrijnig mensen aan boord van je luchtballon. Die mensen genieten met volle teugen naar al het moois wat ze straks onder hun zien gebeuren. Ze genieten van alle kanten en je hebt nooit zagrijnige mensen. Ze zwaaien straks natuurlijk ook uitbundig, want iedereen vindt het geweldig.